Het weer kent de afgelopen dagen een zekere mate van herhaling. Vooral het noorden en noordwesten zijn gevoelig voor wolkenvelden vanaf zee. We kijken hier naar de vuurtoren bij Den Helder. Met inderdaad die wolkenvelden op de achtergrond. En als we dan iets verder naar het zuiden de kust afzakken en we komen uit in Katwijk aan zee, dan is er een strak blauwe lucht zichtbaar. En ook in de rest van het land is het zon overgoten. Aan de komende dagen komt daar nog niet al te veel verandering in. We hebben eerst nog met die noorden tot noordoosten wind te maken. Wolkenvelden vanaf zee opnieuw weggelegd voor het noorden en noordwesten. Wel even letten op dit buiengebied boven Tsjechië en het oosten van Duitsland, want die gaat geleidelijk wel iets in westelijke richting trekken. Zorgt ervoor dat we morgen later op de dag en ook woensdag misschien iets meer hoge wolkenvelden tegen gaan komen. Daar worden ook wel wat buien bij berekend, maar vooralsnog komen die niet of nauwelijks de landsgrenzen van Nederland over. En daarna gaat de wind naar het oosten draaien, gaan we warmere lucht krijgen. Eerst nog even naar vanavond kijken, vooral in het noorden van het land. Dus nog wolkenvelden, daar ook de laagste temperaturen. Zo'n 13 of 14 graden, terwijl in het zuiden van het land, zuidoosten van Brabant, delen van Limburg, daar is het nog heel aangenaam met zo'n 20 graden. Vannacht gaat de wind ook nog wat liggen. Dat contrast in dat bewolkingsbeeld blijft bestaan. En de minimumtemperatuur ligt dan tussen 8 en 11 graden. Nou, morgen nog steeds die noorden tot noordoostenwind. Wolkenvelden vanaf zee boven de Waddeneilanden, daar maar 15 tot 18 graden. Terwijl het zuidoosten van het land kans maakt op een lokale zomerse dag met die 25 graden. Vanuit Duitsland mogelijk wat hoge wolkenvelden die voor een waterige aanblik van de zon zorgen en het blijft daarbij wel droog. Meeste zonneschijn voor het zuidwesten van het land. Bijvoorbeeld weer in Katwijk of op de Zeeuwse stranden. De dagen daarna gaat de wind draaien. Vooral vanaf donderdag gaan we eerst een noordoosten, later wat meer een oostelijke wind krijgen. Dan komt er echt een warmere luchtsoort onze kant op. In de middag wat stapelwolken en zaterdag gaan we richting 28 graden. Kans op 30 graden is nog heel erg klein, zo'n 10% tijdens het weekend. Maar geleidelijk dus een stijgende trend van de temperatuur en aanhoudend droog en zonnig.